Een hele goede morgen. Super dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vergeet niet van een duimpje omhoog te doen. Hier beneden te abonneren. En hebben jullie vandaag gewoon weer gezellig mee. Veel kijkplezier. Katsamim! Ja! Wat ligt in de auto? Aan je, tas. We gaan zo weer naar de auto voor je tas. Ja. Gaat hij weer gek doen? Ja. Hé, dames? Wat? Wil je ook naar ze toe? Wil je ook naar ze toe? Alsof jullie elkaar nooit zien. Alsof jullie elkaar nooit zien. Hi. Hi. Mam. Ja. Hoe zou het zijn als ik haar de hele tijd ga volgen? Kiara? Ja. Dat zou ze alleen maar leuk vinden. Dan denkt ze dat ze de baas is. Maar waar zou ze dan heen gaan? Nou, dat weet ik niet, schat. Ik denk niet zo ver. Niet zo ver weg van mij. Dit is niet zo snel, hè? Hi, schatjes. Hi. Miempje! Nee, weer in de knoop. Ik zit in de knoop, mijn benen. Ik kan niet meer lopen. Jawel. Nou, Ina. Moet dat lekker loslaten? Nee, dan worden ze vies. Moet ik ze mee naar huis nemen weer? Nee. Ja, yes, kindjes zijn op school afgezet. Dan ga ik nog even bij het hondenveld, waar de honden nog even lekker los kunnen rennen. Hi, Daila. Hi. Ga rennen, schatjes. Hey Joen. Yes, en ik kom weer lekker thuis, jongens. Honden lekker moe, kinderen lekker op school. Goeie ochtend vandaag. Dan ga ik als eerste even... Oh, ik zit even de hagelslag op laten staan van het ontbijt vanmorgen van de kindjes. Wat ik wou zeggen, ga ik als eerst even mijn yoghurtje maken met ons fruit. Als jullie dat gisteren in de vlog hebben gezien, heb ik gewoon yoghurt. En als jullie gisteren in de vlog hebben gezien, had ik van die fruitbakken al klaargemaakt. Dus die gooi ik dan lekker in mijn yoghurt. Dan heb ik lekker gezond, lekker ontbijtje.
Oh, en als jullie mijn vlog hadden gezien, had ik natuurlijk al gekookt voor vandaag. Dus ik hoef niet te koken. En morgen hoef ik ook niet te koken, want dat had ik ook al gedaan. Dus dat was heerlijk. Dus ik ga denk ik zo meteen, als mijn yoghurtje op is, en lekker de kindjes niet thuis zijn, ik ben op school natuurlijk, kan ik lekker lang en relaxed in bad zonder dat iemand me roept. Mama, 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 mama. Dus ik denk dat ik eventjes lekker ga doen. Eerst even mijn yoghurtje met fruitje. En dan is dit mijn ontbijtje. Ga ik die even opsmikkelen terwijl ik denk ook even lekker YouTube ga kijken. Even vlogs van andere mensen ga kijken. Vind ik ook natuurlijk hartstikke leuk. Dus ik denk dat ik dat even ga doen. TV'tje aan ga doen. Terwijl ik mijn yoghurtje eet. Yes, ik ben weer uit bad gekomen, jongens. Heerlijk fris, lekker mijn haartjes gewassen, zijn nog een beetje nat. Maar ik ga nu even een pakketje ophalen, die had ik gemist. Als het goed is, is het mijn nieuwe telefoon. Ik heb een nieuwe telefoon besteld, nieuwe iPhone. Maar ik was niet thuis blijkbaar. Dus als het goed is, ligt die nu klaar. Ik ga kijken of die er ligt en dan ga ik hem ophalen. Gelukt jongens, ik heb een pakketje. Zie ik er weer uit, hè? Ik ben benieuwd. De telefoon dat ik nu gebruik, die ik weet niet, hij doet het steeds niet. Ik kan geen apps meer downloaden. Als ik met iemand bel, valt gewoon binnen, midden in het gesprek, gewoon in één keer mijn telefoon poep uit. Dus die werkt niet meer. Echt heel zonde. Ik was echt heel blij met die. Ik heb even een andere gehaald, besteld. In de hoop dat dit me gaat helpen. Dus jij is al gelijk. Mag ik die andere telefoon dan? En wat is dit? Oh ja, ik heb een tijdelijke nummer. Ik wil natuurlijk mijn eigen nummer houden, maar pas volgende maand of zo gaat deze pas in. Dus ik heb nu een tijdelijk nummer. Wat is dit? Wie slim is, kiest. Oké. Dus ik ben benieuwd. Oh, er zit nog een sticker vast, jongens. Dan kan ik wel blijven trekken, ja. Hi Darla, ben je ook nieuwsgierig, schatje? Ben jij ook nieuwsgierig? Daar is hij, jongen. Mijn nieuwe iPhone. Cool hoor. Leuk. Er zit geen oplader meer bij tegenwoordig. Wel, sorry, ik zit zomaar te zeuren alweer. Er zit wel gewoon een iPhone oplader bij. Ik zat nu alweer te zeuren, jongens. Daar moet ik echt mee ophouden. Oh ja, zo'n klein dingetje voor je simkaart in en uit te doen. Super. Dat is alweer troep.
bon hoef ik ook niet. Zo. Is dit ook de bon? En trouwens, ik heb de telefoon niet losgekocht. Ik heb trouwens gewoon een nieuw abonnement gekocht. Ik zat bij Tele 2 en ik ben nu naar Ben gegaan. Dus er zit gewoon een nieuw abonnement op. Ik hoop dat het gewoon weer werkt. Ga ik hem even opladen, want ik neem aan dat hij nu uit is. Oh nee, hij gaat aan. Kijk hoeveel procent hij is. En dan is dit mijn tijdelijke nummer. Dat is wel een mooi nummer. Eindigt op... Ik ga het ook niet het hele nummer noemen. Het eindigt op 600. Dat is toch leuk? De nummers daarvoor zijn ook makkelijk. Ik wil eens instellen natuurlijk. Vraagt hij welke taal? Ik zal even meenemen erin. Nederlands. Kijk, gaat hij... ik liet 0 bijna vallen. Gaat hij de taal instellen? Oh ja, moet ik mijn wifi weer even opnieuw doen? Hier de wifi. Voor mij is dit. Zo moet ik even kijken bij mijn wifi-apparaat wat het wachtwoord en zo is. Yes, is gelukt. Alleen staat nu, het kan enkele minuten duren voordat de telefoon gaat activeren. Dus dat is even afwachten. Laat ik hem hier liggen en wacht ik er zelf. Dat duurde niet lang, een paar seconden. Ik ga het even instellen, jongens. Zie ik jullie straks. Zo, telefoon instellen was helemaal gelukt. Die is hier. Oh, wacht. Al meldingen al. Helemaal geïnstalleerd, helemaal blij mee. Super. Dit is trouwens die ene die steeds vastloopt en steeds niet doet. Als ik iets wil downloaden, zegt hij dat het niet kan. Dat was deze. Maar ik heb wel bij me dat hier mijn nummer natuurlijk op zat. Als mensen me bellen, bellen ze me hierop en nog niet op deze. Dus vandaar. Ik ze allemaal mee. Dan ga ik nu de kindjes ophalen bij school. En dan heb ik voor het eerst een rapportgesprek met Zoumeya. Zoumeya krijgt haar allereerste rapport. Super benieuwd. Benieuwd hoe het gaat op school. Dus daar ga ik heen. Gesprekje even aanhoren. Rapportje kijken. Ik ben super benieuwd. Ik zit in mijn auto bij het schoolplein. Dus ik kan vanaf hier het schoolplein zien. Zoumeya is samen met een ander meisje aan het fietsen buiten. Zijn buiten aan het spelen. Nog 10 minuutjes en dan is de school uit. Ik neem aan dat ze eerst nog even naar binnen moeten. Hun tasjes pakken en alles. Maar ik zie dat ze al lekker aan het fietsen is. Maar met een ander kindje natuurlijk. En er zijn heel veel kindjes, ik kan niet filmen. Maar het is lekker aan het fietsen. Oh, met een jongetje zie ik. Het is een jongetje achterop. Ze fietsen wel deze kant op. Maar ze zien... Oh, het is een jongen en een meisje. Twee kindjes heeft ze achterop. Sterke bijt. Ze ziet mij niet. Ik wil zeggen ons, ze ziet ons niet. Ze fietsen weer naar de andere kant. Ze heeft gewoon een meisje en een jongen achterop. Klimmen. Wat moet ik vasthouden? Klimmen. Ik zei het toch, je moet ze niet meenemen. Dat is onhandig. Vond je het leuk op school? Ja. Ja? Nee, dan laat die op. Laat die op. Ga ja. Goed liggen dan. Gaan we je duwen. Neem je duwen. Nee, ja, hij is mijn klein. Heel hard rennen. Nog een keer. Rennen. Mag ik hem nu? Je mag zo naar Jaden toch? Om de beurt. Ik ga lennen. Ja? Ik wil niet op de kop. Nee, ga dan niet op de kop toch? Je mag zo niet één keer rennen? Nee, wacht. Ga dan, Mim. Ik wil de kop. Gaat het goed, Mim? Nee. Ga dan erin. Doe je dat nou één keer? Ja, ga maar rennen erin. En rennen. Harder. Harder. Nee, niet op de kop. Mag ik op de kop? Mag ik een ketting hebben? Je mag wel op de kop, maar je mag niet ketting hebben. Wil je op de kop? Jawel. Maar dan krijg je ze mij toch misschien. Misschien. Wil je op de kop?
Ja? Ja, leg eraan. Heel hard, Miem. Jay, zet je voeten goed. Bijna, Miem, harder. Nee, Jay durft niet meer. Doe het gewoon. Stop. Hey, wat mam? Ik sta nog bij hier. Yes, we zijn weer thuis. Maar het gesprek ging top. Ze krijgt geen rapport. Dat krijgt ze pas volgend jaar. Mama, kijk. Ik kan echt blijven. Ja. Ik ben moe. Stort in. Juf zei dat toen mij heel lief is op school. Lief tegen de kindjes. Kijk wat Jade heeft gemaakt. Drijven. Wat cool, Jay. Helemaal zelf gemaakt. Ja? Cool. Van de dagen al. Het lijkt wel Sinterklaas bij Jaden. Jay, wat heb je allemaal gehaald? Zo'n lavalamp. Er was nu 50% korting bij de trekpleister. Ja. Deze. Dus een lavalamp, die gaat allemaal in verschillende kleurtjes. Wat is dat? Een blauwe hier. En een discolamp, die kan je ook van verschillende in je kamer, dat is met een afstandsbediening. Ja. Ook 50% korting. Ja. En weer een muis. Een muis voor de computer, ook 50% korting. Ja. Spider-Man map. Een Switch map van Spider-Man, ook 50% korting. En een box. Twee muziekboxen. Echt? Ja, nee, één. Twee toch? Zitten er samen in? Zo klein. Ik denk dat er die twee naast elkaar zitten. Ik denk. Mag ik laten zien? Nee, maar ik wil nog even 50% korting. Twee boxen, dan kan je muziek lekker luisteren. Ja. Er zijn wel game speakers. Dus als je gaat gamen, kan je het aanzetten. Maar ik kan ook gewoon muziek opzetten. Ik wil ook muziek nu. Ja. Mam, en het is koud. Kijk, cool. Koud. Ja, dus als je hem aanraakt, betekent dat je niet verbrandt. Dat bedoelen ze. De lamp is niet heet dat je verbrandt. Okay. En het is ledverlichting, betekent dat het weinig stroom kost. Heel leuk. Ik vind deze heel leuk. Deze had ik vroeger ook. En ik vind deze heel leuk, die disco natuurlijk. Maar deze vind ik ook wel leuk, deze box. Ja, kan ik een muziek luisteren in je kamer. Ik ook. En dan kan je lekker disco aandoen. Heb je discofeestje in je kamer? Ik denk echt dat ik goed ga slapen. Ik denk dat je er maar niet mee gaat slapen. Heel leuk, schat. Maar nu is het toch een probleem. Batterijen. Batterijen hebben we toch in de kast? Niet ja, het ligt eraan welke. Maar voor mij zijn de boksen op stroom. Zo wordt het. Kijk, deze moet wel drie keer AAA. En waar kan je al drie keer AAA? Oh, deze kleuren kan die allemaal. Laat zien aan jullie. Ja, deze is wel op stroom. Ja, boksen zijn altijd op stroom. Gaat er twee? Nee. Mama heeft altijd gelijk, jongens. Onthoud dat. Mama, ze zitten wel aan elkaar. Hoezo? Ja. Want anders gaat die andere muziek afspelen dan die. We moeten hetzelfde muziek afspelen, toch? Maar dan is het ook dikkere muziek. Doe, 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 doe. Oh, je mag doe, 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 doe. I'm so happy. Oké, Mimi, jij mag hem aandoen. Deze duwen naar die kant. Maar, oh, ik dacht dat de afstand er niet bij zat. Dat was bij de disco. Deze, deze blijft zo, kijk dan. Deze is zo mooi. En vooral als je kamer straks donker is, als je naar bed gaat. Heel mooi. Ik heb de mooiste kamer ooit. Je hebt echt de mooiste kamer zometeen ooit. We zijn hier weer de handen, gooi de boekjes aan de vol. Thank you.
Dus je zou denken, als Jaden nu zo'n mooie discokamer heeft, dat hij eigen bed slaapt. Hi Jay. Jij zei, ik ga eigen bed slapen. Ja, maar die disco mocht ik alias niet aan. Nee, maar die andere mocht je wel aanlaten. Die is die meegenomen naar mijn kamer. Waarom ga je in je eigen kamer slapen? Dat durf ik niet. Je moet echt gaan oefenen hoor. Ik heb gezien om eigen bed te doen. Je moet het binnenkort echt gaan leren. Oh, kijk hoe goed het op camera lijkt. Als ze meelegt wel eigen bed, hè? Ze kan het echt goed. Dat komt omdat ze geen punt heeft om bij jou te slapen. Maar ze doet het tenminste goed. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Hier beneden te abonneren en dan zien we jullie morgen met de moerlamp. Nee! Dan maar. Maar omdat ik had twee.